Deze zie ik al. Oh ja, check. Niet dood. Dood jij. In zijn been. Oh wow, ze zijn best veel. Fuck, was wel een goed idee. Ja. Ik moet hem plaatsen, nee. Oh shit, joh, kijk uit. Breek mijn dak. Ah, en die liggen er nog, ja, die dingen. Die liggen er nog? Er komt nog één aan. Ja, ik heb het ene stukje weggehaald. Ze kunnen drie blok klimmen. Oh, ik vind er best wel veel. Ik heb geen kills meer voor mijn pistool. Ik zou die loaden. Oh, er komen er ook echt veel gewoon nog. Ik heb niet genoeg ammo, weet ik al. Ik heb nogal wat. Ik wist niet dat het zo heftig was. Oh, kutje, komen we weer, joh. Hef. Het goede idee wat dak erop geklommen, Lucas. Dat is een van de beste keuzes geweest. Oh, kut, de grote. We zijn net een uurtje erin, hè? We moeten nog tot 4 uur doen. Ik ben echt met één man aan het checken. Dat ik geen kogels meer speel, maar. Ja, dat is lastig. En waarom shopping en kogels? Zometeen moeten we denk ik gaan rennen. We hebben ook kogels wat daar liggen beneden in de kluis. Ja. Hé, we gaan de licht plaatsen, dat is fijn. Maar goed idee, Lucas begint te slaan dat ding. Blijf mappen. Blijf mappen. Ik heb shots. Dat zijn een paar pijlen die ik heb. Oké, ik heb er veel. Oh, mis. Ik heb heel veel pijlen. Oké, dat is beter dan niks. Ik dacht dat een stuk of 16 waren. Oh, wacht even dan. Hier. Heb jij pijlen? Jawel. Nee, ik zat inderdaad. Ik wil nog niet geflankt worden. Nee, ik zit ook op te letten. Hup, dat is een headshot. Dat is ook vanuit rapid fire, anders kom ik er niet doorheen. Nee. Ik probeer te aimen op het hoofdje. Dat was een nekkie. Dat was het been. Het is een Als het er... Ja, het er 8 zouden zijn, dit is geen 8. Nee. Misschien... Nee, ik weet het niet. Een hele clean headshot dit. Die bijl van jou. Ja, lekker hè. Dat is een goed plan. Ik heb hem ook. Hij was bij mij kapot. Toen heb ik hem bewaard totdat ik hem kon maken. Dan heb je zijn pijn, dan kan hij niet meer klimmen. Wacht. Ja, dat vind ik ook. Nou, dan gaan we erin. Ja? Ja, we hebben geen keus.
Oh, dat zijn er wel veel, ja. Reloading. Oh, kut. Yes, in de fik. Heb jij het ook koud? Nee, maar ik heb ook een fakkel in mijn hand. Misschien liggen daar dan. Nou, oh, kut, ik ben gestuurd. Oh, chips. Hij zat. Hé. Was dit het? Het ziet er wel naar uit. Hier op de berg. Ja. Dat is aardig. Ja, Timo is paars. Volgens mij is er een buiten naar boven of alleen. Dat is van hier. Timo, ik heb ook wat van jou. Ik heb van jou dit. Kijk, het is kleding. Hoe trek ik dat aan? Je gaat naar de bannetje met de baard bij je tap. Oh, dat zie ik trouwens heel handsome uit. En je bent paars, maar je onder reden. Ja. En ik weet niet waarom. Heb je het koud? Nee, volgens mij heb ik het zo ingesteld. Oh, dat kan ook. Dat kan ook wel, ja. Je kunt nog een blik smack van mij krijgen, moet ik dat graag willen. Ik krijg alle opties voor customization, dus ik heb maar gewoon... de rare shit die mij komt maken. Ja, ik ben Thanos geworden. En Thanos. Het is hier weer gerespond. Sneaky doe je met... Laat maar. Sorry, oh kutje. Wie was het? Dat is Timo, hij is nieuw, hij kan er niks aan doen. Terug. Ik was het niet, ondanks dat ik naar binnen hol, dat is een maniak. Nee. Pieuw. Oh, rennen ze. Het is gewoon ferrol. Ja. Bij die mag het wel. Nou, regels zijn om gebroken te worden, dat is regel 2. En je moet ook weten bij welke je ze wel mag gebruiken en welke je gewoon met rust moet laten. Waar is Thibau? Ik zit hier op 6 helft een beetje op de rug. Je hebt bandages gekregen, hè? Ja, ik heb ook al één ding van het erover bij. Okay. Ik ga van mij een doos smack krijgen, oh kut. Nee, ik zag hier nog wat bandages. Timo, ik heb een heel item voor je. Nee, ja, ik heb ook wat bandages hier. Snel, naar deze dosis met smack. Met smack. Je weet wat dat is? Het is compleet ingeblikt ham, of weet ik wat voor shit dat is. Het is... militaire voedsel. Ja, het is officieel militair voedsel, ja, vanaf waar. Ik weet niet wat het vandaan komt. Van de grote troep ter wereld. Van buiten eigenlijk. Ja, ze komen ook van buiten, of van achter moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik heb er een hele hoor. Ik heb er een soort van nieuw gespeeld, omdat ik niet weet hoe het ingedrukt is. Nee, maakt niet uit. Dat is niet erg, joh. Lucas, hè? Ik krijg niks dat kan zien dat ik mijn bandages gebruik. Dus ik geef het op de bandages klikjes en alle bandages op. Dat is niet erg. Kijk, ik zou je het nog sterker vertellen. Lucas probeert mij al, ik weet niet hoeveel dagen uit te leggen. Dat je dus niet moet rennen naar binnen toe. Doe het nog steeds, joh. Ja. Het eerste wat hij doet. Hoppa. Gewoon standaard. Zonder na te denken. Ja. Nou, er is niet heel veel gerespond. Nee, ik dacht het. Oh, wacht. Doe ik het zelf ook. Naar binnen rennen zonder na te denken. Kom maar, ga niet weg. Ik kan er weer naar rennen. Wie gaat er mee? Ja, hij is op slot. Auw. Nice. Tijd om de boel binnen even te gaan repareren. Hup. De deur is al verstevigd. Weet ik niet zeker, maar... Ja, het kan wel goed, hoor. Ik geloof het zomaar. Dus ik ben het halve huis aan het verbouwen. Dat is goed, hoor. Hebben we nog een
weg die kutplank. Ik hoop alleen niet dat ik een stuk, dat ik een plank op mijn nek krijg. Nou, misschien is het wel slim dat we een weg naar boven toe hebben. Ja. Krijgt. Vanuit binnen bedoel je? Ja. Hebben we nog ergens een plek met wood frames plaatsen? Pickaxe. Hier is die al. Wood frames. Nou, ze hebben kracht niet upgraden voor mijn rest. Nou, mikken ze nog wel ergens neer. Hoppakee, we kunnen officieel op het dak komen. Mooi. Nou, gewoon hakken. Dan ga ik naar buiten toe. Ja. Uiteindelijk kan je gewoon steen hakken. Dat is 3 keer zo makkelijk. Hoe kan ik steen hakken? Met een stone axe. Of een iron. Of met een pickaxe. Ja. Maar of had je een stone axe? Dat je gewoon steen kunnen hakken al die tijd. Ja. Altijd als het gewoon mogelijk. Nou, de spike wall is spijkerig.